In deze video bespreek ik 7 tips voor beginnende beleggers. Dus ben jij iemand die nog wil gaan beleggen? Moet je nog beginnen? Ben je misschien net al begonnen of ben je al een tijdje bezig? Maar zelfs dan is het denk ik interessant om nog even deze 7 tips aan te horen die jou kunnen helpen in ieder geval om een goede belegging te doen voor de lange termijn. Deze tips zijn gebaseerd op de feedback die ik heb gekregen vanuit jullie, vanuit mijn mensen die me op Instagram volgen. Dus echte tips gebaseerd op ervaringen van beleggers zoals jij en ik. Die wil ik dus gaan bespreken in deze video. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. En deze video is dus gericht op de beginnende beleggers. Zoals gezegd, op basis van feedback vanuit mijn kijkers heb ik 7 tips uitgekozen die een beginnende belegger in ieder geval moeten helpen. En laten we beginnen met de eerste tip. En dat is begin vandaag. Want wat heel veel beleggers zullen proberen is te gaan afvragen van is dit het juiste moment om te gaan beginnen met beleggen? Zeker nu, op het moment dat ik deze video opneem, zitten we in oktober 2020. We hebben zelf in Nederland te maken met de tweede golf van het coronavirus. En je zou je dus af kunnen vragen, is het wel het juiste moment om te gaan beginnen? Want mogelijk gaat de beurs de komende tijd nog omlaag. Maar wat je dan gaat doen is eigenlijk de markt timen. Dat lukt de meeste mensen niet die gespecialiseerd zijn, die de hele dag niks anders doen dan beleggen. Dus waarom zou het jou wel lukken? Plus als je dat zou gaan doen, dan moet je vaak meerdere momenten goed kiezen, goed timen. En dat gaat op lange termijn in ieder geval niet lukken. En juist de lange termijn is waar je voor wil gaan. Zeker als kleine particuliere belegger. Want op die manier heb je niet al deze vragen die je telkens elke dag alles bij moet houden. Maar is het vaak slim om maandelijks wat in te leggen en juist te richten op de lange termijn. En ik heb al eerder een video gemaakt over juist de impact op de lange termijn. Ik zal hem hier even plaatsen. Maar daarin zie je eigenlijk dat, stel dat per jaar heb je gemiddeld 10% rendement. Dat haal je waarschijnlijk niet. Maar laten we even afronden. En je hebt het eerste jaar 100 euro ingelegd. Dan is dat dus 10 euro rendement. Maar na een tijdje groeit dat. Je legt er elk jaar, elke maand nog geld bij. En misschien heb je na een tijdje wel 100.000 euro. En als je dan 10% hebt, heb je het in één keer over 10.000 euro. Dus je ziet eigenlijk, vooral de laatste jaren wordt het steeds interessanter. En juist dus de eerste jaren lijkt het rendement heel klein, want het percentage is hetzelfde. Alleen je inleg is nog klein. Dus misschien is het juist wel slim om tijdens dit soort tijden te beginnen met beleggen. Want mocht je dan een keer een crisis meemaken, dan is je inleg nog klein. Dan is het verlies, ja, procentueel gezien dus wel weer groot. Maar misschien gaat het dan over een paar tientjes of een paar honderd euro. En juist de ervaring die je daaruit ophaalt, die kun je gebruiken voor de lange termijn. Dan heb je eigenlijk dezelfde ervaring als wanneer je een groot portfolio had. Maar dan maak je nu dus mee met misschien een verlies van een paar tientjes. En dat is op zich ook weer niet erg. Want als je lang blijft zitten, dan zul je daar weer uitkomen. En uiteindelijk op de lange termijn dus waarschijnlijk dus ook hoger uitkomen. Dan komen we bij de tweede tip. En dat is juist ga spreiden en richt je op de lange termijn zoals we net al zeiden. Want misschien wanneer je wilt beginnen met beleggen, heb je misschien een bepaald aandeel op het oog. Maar wanneer je dus bepaalde aandelen volgt, dan ben je heel erg gevoelig daarvoor. Hoe gaat het met dat bedrijf? Hoe gaat het met die sector? En het is dus vaak slim, zeker wanneer je voor de lange termijn gaat, om je misschien wat breder te spreiden, dat je de hele markt volgt. Want over het algemeen gezien, de markt, de hele wereldeconomie, die groeit gewoon op de lange termijn. Dat zijn tenminste resultaten uit het verleden, al bieden die natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Maar het gemiddelde waar we van uit kunnen gaan, gebaseerd dus op de geschiedenis op de lange termijn, is ongeveer 7% per jaar. En juist door te spreiden maak je het jezelf ook heel makkelijk. Je belegt dan bijvoorbeeld in een bepaald land, in een bepaalde beurs of misschien wel over de hele wereldeconomie. En dan ben je er verder niet zo heel veel tijd mee kwijt. Je hebt vaak toch een goed rendement. Je hebt je risico gespreid. Want stel dat ene bedrijf waar jij interesse had gaat failliet, dan heeft dat niet zo'n impact op al die bedrijven die je volgt. En vaak kun je dan denken aan producten zoals indexfondsen of ETF's die juist dit soort dingen als voordeel hebben. Dat je juist dus het goede rendement hebt en tegelijkertijd een brede spreiding. Dan komen we bij de derde tip en dat is juist om maandelijks in te leggen. Dus ga niet proberen, zoals we eerder al zeiden, de markt te timen. Misschien wil je nu gaan beginnen en heb je elke maand 100 euro over. Misschien heb je al wat geld achter de hand en wil je dat juist inleggen. Probeer het er gewoon om elke maand een bedrag in te leggen, ongeacht hoe het met de markt gaat. Stel dat het bijvoorbeeld 100 euro in de maand. Stel het gaat goed met de markt, met de beurs. Dan leg je 100 euro in. Maar misschien gaat het over een tijdje wel minder. Is er een crisis? Sta je 20% lager op je positie? Ook dan leg je gewoon 100 euro in. Alleen dan kun je natuurlijk met die 100 euro misschien in plaats van een paar aandelen, net een paar aandelen extra kopen. En op deze manier hoef je dus ook niet de markt te timen.
gaat het wat minder met de markt. Heb je automatisch van dat geld wat je inlegt, kun je meer aandelen kopen. Kun je dus een grotere portefeuille opbouwen, die wanneer het beter gaat met de markt, uiteindelijk ook weer meer waard wordt. En kijken we naar deze eerste drie tips, dan is misschien de Giro wel een goede broker die bij je past. Daar maak ik zelf ook gebruik van. En zij hebben wat ze noemen de kernselectie. Dat is een selectie van 200 aandelen, ETF's, trackers. Dat zijn dus die fondsen die meerdere aandelen erin hebben, dat je automatisch al veel spreiding hebt, lage kosten. En binnen de kernselectie is het ook nog zo, als je elke maand een bepaalde tracker koopt, dan kun je onder een bepaald aantal voorwaarden, heel simpele voorwaarden, deze kosteloos kopen. Dus dan hou je ook nog eens je kosten laag. Veel mensen in onze community maken gebruik van de Giro, dat doe ik zelf ook. Inmiddels iets meer dan 100.000 euro belegd via de Giro. En wil je nou zelf ook beginnen met beleggen, bijvoorbeeld via de Giro, een link daarvan vind je onder deze video. En op die manier help je ook nog eens het kanaal. Tip nummer 4 is om niet mee te gaan in de hype. Vaak hoor je het wel eens ooit dat als het in de krant staat, als het op tv wordt besproken of bij de kapper, dan ben je vaak al te laat. Dat zagen we bijvoorbeeld een paar jaar geleden met Bitcoin. Iedereen was bezig met Bitcoin. Maar ja, de mensen die er echt geld aan hebben verdiend, die verkochten op dat moment. En dat zien we denk ik op dit moment ook wel weer terug. Je hebt bijvoorbeeld een aandeel als Tesla. Ook dat is eigenlijk wel een beetje een hype. Heel veel mensen wilden dat aandeel graag, hebben het aandeel ook, maar de prijs is dus heel erg hard omhoog gegaan, of in ieder geval de koers is hard gestegen. En juist gaan mensen daarom dus ook wel op zoek naar de volgende Tesla, zoals ze dat noemen. Heel veel andere aandelen van EV-bedrijven, bedrijven die nog bijna geen omzet hebben, maar wel al tegen miljarden gewaardeerd worden. Dat zagen we dus eerder bijvoorbeeld bij Nikola, Hylion, andere bedrijven zoals Fastly die op dit moment worden besproken. En natuurlijk zijn er mensen die heel veel geld verdienen, maar wat je niet hoort is dat er ook heel veel mensen geld verliezen. Mensen die eigenlijk te laat dit aandeel kopen, op het moment dat het waarschijnlijk bijvoorbeeld een week erop in één keer flink daalt. Ook dat zien we bij deze aandelen. Fastly laatst nog 30% op een dag. Nikola, die hebben we ook al zien halveren in de laatste maand. Dus koop geen aandelen omdat iemand anders die ook koopt. Ga dus niet uit van mijn portefeuille, want ik heb een ander inkomen. Ik kan meer geld uitgeven om te beleggen. Ik kan daarop misschien ook wel meer risico nemen. En daarom is het dus voor beginners vaak verstandig om te kijken naar veel spreiding. Misschien wel door middel van ETF's. En juist dus niet dit soort aandelen te kopen. Ook al worden ze heel veel besproken in het nieuws of via YouTube. En juist over dit onderwerp zal ik binnenkort ook nog een video maken met meer uitleg en mijn eigen mening daarover. Komen bij tip nummer 5 en dat is let op de kosten. Zoals we straks al zeiden, als je misschien gebruik maakt van de Giro, kun je gebruik maken van de kernselectie. Onder de juiste voorwaarden kun je dan vaak kosteloos een ETF kopen. Dat zorgt ervoor dat je kosten laag blijven en dus automatisch je rendement ook hoger wordt. Maar misschien wil je toch wel een bepaald los aandeel kopen of een specifiek bedrijf. Let dan in ieder geval op de kosten. Ten eerste kan dat zijn de beurs waarop je het koopt. Daar zijn ook vaak de transactiekosten verschillend. We zien dat Amerikaanse beurzen vaak bijvoorbeeld bij de Giro 50 cent als starttarief hebben, terwijl de Nederlandse beurs 2 euro heeft en de Duitse beurs 4 euro als starttarief. En transactiekosten kunnen dan best wel op gaan wegen. Ik kocht bijvoorbeeld vandaag het aandeel Espo, ook een ETF van eSports, van Van Eck is dat. Dat aandeel is ongeveer 32,50 euro waard en ik koop dat op de Duitse beurs. Daar zijn dus de standaard transactiekosten minstens 4 euro. Dus stel, ik zou één aandeel kopen, dan maak ik 4 euro kosten op een aandeel van 32,50 euro. Oftewel zo'n 12,5% aan kosten maak ik dan al. Dan moet ik dus eerst 12-13% stijgen, moet het aandeel stijgen in waarde om een kosten terug te verdienen. Ik heb dan ook geen één aandeel gekocht, maar 30. Dat heeft me 968 euro of zo gekost. En op die manier kan ik die 4 euro delen over 30 aandelen. En dan komt het nog maar op 0,4% aan kosten uit op dat bedrag. Dus let goed op deze kosten die je maakt. Juist als je een kleine inleg hebt. Want ik maak dus in dit geval 0,4% kosten, transactiekosten. Omdat ik 30 aandelen koop. Maar wanneer je maar één aandeel zou kopen, zou dat dus al 12,5% kosten zijn. En dat wil je juist dus voorkomen. Dus je kunt het doen door een andere beurs te kiezen. De kernselectie gebruik van te maken of misschien aankopen, wat geld opsparen en in plaats van elke maand één aandeel te kopen, elke 3 maanden 3 aandelen. Op die manier kun je ook de kosten dus op die manier in de perken houden. Komen we bij tip nummer 6 en dat is dat je je emotie niet moet onderschatten. Het lijkt allemaal heel erg makkelijk beleggen, is het op zich ook wel. Maar je hebt toch wel te maken met emotie omdat het over je eigen geld gaat. Het kan zo zijn, zeker wanneer je een los aandeel of zo'n hype aandeel waar we het eerder over hadden koopt. En jij ziet in één keer, vandaag is het 100 euro, 1000 euro waard. En morgen is het in één keer 25-30% minder waard. Dan ga je daarop reageren. En zeker wanneer je niet voorbereid bent, dan kan het zo zijn dat je op basis van emoties gaat handelen. Misschien ga je het aandeel dan wel verkopen. Neem je daardoor een verlies.
En zie je misschien een paar dagen later dat het aandeel weer in waarde stijgt, omdat de markt veel te hard heeft gereageerd. Onderschat emotie niet. En dat hangt ook een beetje af van het plan, de strategie die je hebt. Wanneer je een ETF zult hebben, heb je niet zo vaak te maken met 30, 40% daling. Zeker niet op één dag. Natuurlijk kan het wel dalen, maar dan zakt de hele beurs in elkaar. Dan ga je gewoon met de hele beurs mee. Zeker wanneer je een los aandeel hebt, dan heb je daar veel meer mee te maken. Losse aandelen, losse bedrijven. En zeker hype aandelen zijn heel erg gevoelig voor het nieuws en wat andere beleggers doen. Maar misschien is het juist daarom wel interessant om één van zo'n hype aandelen te kopen. Kies dan een niet al te duur aandeel, maar wat wel gevoelig is voor nieuws. Dat kan bijvoorbeeld zijn op dit moment ook wel Shell. Dat kost 10 euro. Ga ervan uit. Misschien kan het verdubbelen. Het kan ook zomaar in waarde halveren. Maar dan heb je in ieder geval wel de emotie meegemaakt. Het kost je dan wel iets. Maar dan weet je in ieder geval hoe je reageert. En wat nieuws voor impact kan hebben op jouw aandeel. En daarmee komen we ook meteen bij tip nummer 7. En dat is maak een plan. En ik zou dan aanraden om voor de lange termijn te gaan. Dat is zoals gezegd voor de meeste particuliere beleggers het meest interessant. Dan ben je het minste tijd mee kwijt. Heb je de meeste garantie om op de lange termijn. Misschien is dat wel 30, 40 jaar een groot vermogen op te bouwen. Maar eigenlijk in elke situatie is het belangrijk om een plan te maken. Ga voor jezelf na van wat wil ik bereiken? Hoe wil ik dat bereiken? Is wat ik doe genoeg om dat te bereiken zonder al te veel risico's te nemen? Of wat zijn de risico's die je kan en wil nemen? En ik heb natuurlijk heel veel video's op mijn kanaal staan. Ik ben al 3 jaar bezig over dit soort onderwerpen. Dus je vindt heel veel informatie hierop terug. Maar ik heb ook eerder dit jaar samen met Tim de beleggerstraining gemaakt. Dat is een training met meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal. Waarom je eigenlijk stap voor stap meenemen als beginnende belegger. Om hoe jij, waar je aan moet denken, wat je tegen gaat komen en hoe jij een goed plan kan maken juist voor de toekomst. En ben je dus iemand die een goede start wil maken, die graag stap voor stap meegenomen wilt worden en wil je geen kostbare fouten maken, dan is misschien de beleggerstraining wel een aanrader van jou. En ook daarvan een link naar de beleggerstraining vind je onder deze video terug. Samen met alle links naar video's en websites die ik eerder in deze video heb besproken. En als je toch bezig bent onder deze video, laat misschien ook je reactie achter. Ben je al een belegger en heb je een tip voor andere kijkers? Laat die weten in de reacties onder deze video. Op die manier kunnen we elkaar allemaal helpen. Kunnen misschien ook wel leren van elkaars fouten. En als één iemand een fout heeft gemaakt, hoeft de rest diezelfde fout niet te maken. En op die manier kunnen we samenwerken aan een toekomst waar we allemaal een mooi vermogen opbouwen. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video en wil ik je bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt het YouTube kanaal op deze manier. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.